Jan is gaan rennen of zo. Het gebeld. In Fortnite is skill matchmaking weggehaald. Dat houdt erin dat je niet meer tegen noobs komt van je eigen niveau. Of natuurlijk tegen hele pro's van jouw eigen niveau. Hiervan kunnen we natuurlijk goed profiteren. En ik ging in deze video solo squad. Er waren wel wat mensen die skilled waren, maar ook weer niet. Je zit dus in random in de lobby's met goede en slechte mensen. Hoe dat gaat aflopen ga jij zien in deze video. Eerst wil ik jullie vragen om een blauw duimpje omhoog te smashen. Kunnen wij die 600 likes aantikken? Dat zou super nice zijn. Vergeet ook zeker niet te abonneren. Zou je me ook echt super erg mee helpen. We gaan richting die 27.000 abonnees. Jij kan me erbij helpen. Ook wil ik even vragen of jullie mijn supportercode TonGameGrietjeIT in de itemshop willen invullen. Voor een shout-out in de volgende video. En natuurlijk voor meer giveaways. Geniet van de video, boys. Let's go. Maar zoals jullie zien zijn we aangekomen in een nieuw potje. En we zitten natuurlijk in de battlebus. En we gaan gelijk springen naar Retail World. Want we doen vandaag solo squad. En ik probeer zoveel mogelijk kills te pakken. Ik ben heel benieuwd hoeveel kills ik ga pakken. Vergeet ook zeker niet mijn sportcreate code TonyGameYouTube in de iShop in te vullen. Voor een shout-out natuurlijk. Dat zou super nice zijn. Oké. Er gaan heel weinig mensen naar Retail. Dat is vreemd. Oké, ik land gewoon hier op. Misschien dat we wat mensen uit de lucht kunnen lezen dan. Please geef me een AR. Please geef me een AR. AR, AR. Oh, perfect. Oké, jammer dat het een burst is, maar... Oké, die is 1 AP. Oké, dat is jammer. Ik mis heel veel shots. Alright, in ieder geval, we gaan gewoon gelijk voor deze guy. Oh, oké, daar lopen heel veel mensen. Dit zijn mijn kills. Die is dood. Alright. Ik ga op hem crashpadden. Jit, jit, jit. Bam. Oh, wacht, hij lag aan nok. Jan is gaan rennen of zo. Gebeld. Ja... aan het opnemen. Alright, ik hoor daar nog mensen fighten. Let's go, let's go. Oké, ik zie daar mensen. Oké, die is heel weak. Oh mijn god. Alright, ik ga gewoon pushen. Zij zijn nu aan het fighten volgens mij. Ik heb alleen niet zoveel AR-ammo, dus daar moet ik even op letten natuurlijk. Oké, hij edit een raampje. Piek één keer, je bent dood. Alright, dat was dom van hem. Let's go. Ik heb geen AR-ammo meer, dus ik moet hem met de pistol of een shotgun doen. Ik ben heel benieuwd waar zijn maatje is. Oké, die loopt hier. Oké, die hebben we ook geraakt. Zo. Dood. Nice. Let's go. Gelijk die AR pakken. Oké. Deze jongens hadden ook geen AR-ammo. Beetje vervelend. Ik ben benieuwd of hier nog mensen zitten. Ik weet het zelf niet echt. Maar ik ga gewoon even wat shields opzoeken en AR-ammo. Dus dan zie ik jullie zo meteen. Oké, ik hoor iemand... Het is echt 2 seconden daarna. Goed, ik zit in een box. Alright, deze guy is ook niet zo goed. Die komt roteren vanaf hier, bij die ding. Die heeft dat die hele sterke AK, dus daar moet ik even voor oppassen. Oké. Ik weet niet wat deze guy aan het doen is, maar... Hij is wel goed in high ground. En in overbuilden. Ik heb geen match. Val alsjeblieft. Ik heb geen match. Oeh. Boom. Knock. Let's go. Geef me je loot. Even shakedown. Altijd handig. Dan weten we waar zijn teammates natuurlijk zitten. Eens even kijken, eens even kijken. Oké, waar, waar? Ik zie helemaal niemand. Deze jongen is gewoon achtergelaten. Ik zie helemaal niemand. Ik zie nergens zo'n rood dingetje. Oké. Vreemd dan. Oké, er zijn nog heel weinig mensen over. Helaas, ik had wel gedacht dat ik 20 plus kills kon halen. Of misschien wel 30. Maar dat wordt hem dus niet. Ik ga gewoon zo snel mogelijk op zoek naar mensen. En dan hoop ik tenminste nog wel wat kills te krijgen. Ik heb nu natuurlijk wel een hele sterke AK. Die doet 44 damage of zo per hit. 88 headshot. Dus dat is super chill. Ik ga even in lezen kijken. Want het ziet daar eigenlijk er best wel uit alsof daar nog mensen zitten. Oké, ze lopen hier. Oké, die zijn niet slecht. Die zijn niet slecht. Ik zie er maar één. Maar hij is wel white, right? Of is daar nog iemand, daar links? Mij niet, volgens mij is deze jongen ook solo. Ik ga een beetje pushen, ik ga ietsjes dichterbij komen. Even kijken. Oh, hij neemt de boot. Hij peert hem gewoon. No way. Of niet? Nee, hij zit nu daar. Oké, die is dood. Let's go. Nice, let's go. Ik denk dat je nog wel meer mensen zijn in Lazy. Snel zijn loot pakken voordat dit allemaal wegdrijft. Oeh, hij heeft een gouden AK. Of een gouden tactical natuurlijk. Super chill. Let's go. Wat zeg ik nou, AK? Alright. Die loot is opgepakt. Huh? Die is een spookboot. Hij vaart gewoon weg. Wat? Oké, het zal wel. Nou, let's go. Laten we even gaan kijken of in Lazy nog mensen zijn. Ik ben heel benieuwd eigenlijk. Ik denk dat er wel ergens nog mensen zijn, maar waar, dat weet ik niet.
Maar even serieus dan, jongens. Deze game is ook echt niet sterk. Kijk, er zijn nog 17 mensen alive in deze zone. Dat had ik niet verwacht. Ik had gewoon in het begin gelijk iedereen moeten pushen. Alleen in retail zat ik heel lang te chillen. Maar dat kwam ook omdat ik gebeld werd. Dus ik pak gewoon een heli en laten we gewoon mensen gaan op. Let's go, let's go, let's go. Opstijgen. Oké, ik ga gewoon... Oh shit, deze guy die ziet mij. Oh shit. Ik ga gewoon vol op ze invliegen. Het is een hele squad volgens mij. Nee, het zijn twee mensen, maar ze zijn ook niet zo goed. Kijk, we vliegen er gewoon in. Boom! Oké. Die is dood. Waar is die ander? En ook dood. Mensen zijn zo slecht in solo squad. Echt serieus. In squad kom je echt hele slechte mensen tegen. Ik snap echt niet wat het is. Alright, ik wilde even de zone uit om mensen op te zoeken. En hier zijn mensen dus aan het vechten. Puddingkogel, oké, in Nederlander. Laten we eens gaan kijken. Ik ga deze guys gewoon fighten. Ik land hierboven. Hoppa. Oh shit, hij heeft een King Umbrella. Hij heeft zo'n Umbrella King Glider. Oh shit. Boom! Oh shit, ik wil net zeggen, die kan jij niet op mij gebruiken, maatje. Daarmee ga je me echt niet killen. Deze mensen hebben echt loot voor deze, holy shit. Je kan je echt heel veel loot vinden. Oh mijn god. En of ik het nodig heb, dat weet ik niet echt. Drumgun ligt er wel, die wil ik wel heel graag. Een gouden pump, of paarse pump bedoel ik. Let's go jongens, we gaan gewoon naar de zone. Ik hoop nog meer mensen tegen te komen. Er zijn in ieder geval nog 8 mensen. Ik hoop gewoon dat ik gewoon even zo'n solo versus squad fight kan hebben. En mijn helikopter die tot steeds heen en weer. Oké, okay. Heel glitchy. Laten we in ieder geval naar de zone gaan. Let's go. Hier dan, in Lazy. Oh daar, 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 daar. Oké, ik ga erheen. Is hij op iemand aan het schieten of loopt hij daar gewoon? Volgens mij loopt hij daar toch? Nee, schiet op elkaar. Alright, alright. Nee, ik wil deze kill, ik wil deze kill. Daaruit, daaruit, daaruit. Zo, pam, 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 pam. Dit wapen is veel te sterk voor Fortnite. Pam, 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 pam. Dit wapen is veel te sterk. Net zoals de drumgun. Ook drumgun gaan we nu even gebruiken op deze gasten. Dus let's go. Ik weet niet of dit de laatste zijn. Volgens mij niet, maar... Ho! Ik wil natuurlijk niet doodgaan door deze mensen. Volgens mij zijn dit gewoon easy kills, hoor. Hier. Bam, bam, bam. Bam. En dood. Oké, ik zie daar al iemand. Die schiet op mij. Oké, die schiet op mij. Nou, die is er geweest. Ik ga gewoon lekker met mijn drumgun. Lekker linker muisknop gebruiken natuurlijk op deze guy. Ratatatatatatatata. Dit wapen is zo sterk. Dat slaat echt helemaal nergens op. Oeh, hij schoot op mij. Vanaf waar? Huh? Oh, daar. Hi. Oké, lijpe bloem. Oké, die is nog. Oh, als hij nok is. Oké, ik zie de laatste. Ik zie de laatste guy. Ik heb geen sniper. Ik kan hem alleen niet trickshotten. Misschien kan ik wel iets anders. Ja, kijk, dat dacht ik al. Nu gaat hij op mij schieten. Misschien kan ik wel... Oh, deze guy is irritant. Daarom blok ik mezelf de hele tijd. Deze guy is wel irritant. Misschien kunnen we trollen of zo? Ik weet niet precies. Even kijken hoe weak hij is. Oké, hij is nu gekrekt. Laten we gewoon zo. En dan... Boom! Oké, laat maar... Oké, flopje nemen. Oké, dit is een lijpe bot. Hij wordt helemaal boos. Alright, ik ga gewoon trickshotten. Met mijn pump, met mijn pump. Niet dat je zoveel mee kan of zo. Hé, hey, dit is cool. Kijk, kijk, kijk. Let op, boys. Zo, weg. Zo. Oké, waar staat hij? Oké, daar. Oh, die was close. Ja, ik kan hem niet meer gebruiken. Ik heb geen lifebeds meer. Wauw, dat is een rip. Nou, let's go. Oh, wat? Oh, hij was knock. Huh, waar is hij dan? Oh, die loopt daarin. Ik dacht dat ik hem had. Heeft hij een sniper? Nee, nee, nee. Oké, jammer, jammer, jammer. Hij heeft geen sniper, dus we kunnen ook niet trickshot of iets. Dus even kijken. Oké, hij rent gewoon weg. Wat een man. Blijf hier, joh. Hij gaat gewoon weg. Nou, oké, ik schiet die airdrop gewoon uit de lucht. Misschien dat we een launchpad kunnen krijgen. Dan kunnen we hetzelfde doen wat ik net deed. Die trickshot natuurlijk. Beter pakken we een launchpad. Kom op, kom op. Launchpad is volgens mij gegarandeerd uit de airdrop. Jazeker. Oké. Even kijken, waar staat hij? Oké, hij staat daar nu. Alright, ik hoop niet dat hij heel de tijd blijft schieten. Stop, 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 please. Zo. Ho, rustig. Rustig. Ik wist niet dat je boos werd. Oké, zo. En dan, boom. Dat wil ik dus een beetje gaan doen. Misschien kunnen we het uiteindelijk toch nog wel hit. Alright, we gaan weer omhoog. Let's go. Boom. Ah, ik heb hier gebouwd. Dat is niet slim. Hij moet gewoon even hierheen komen. Zo. Kom even hierheen. Kijk, we kunnen ook zo doen dat we heel veel onze pump reloaden en dan hitten. Dat is ook wel cool. Wacht, dat ga ik proberen. Ja, nee. Hé, hey, man. Oh, ik ga er gewoon die kant op. Wacht, wacht. Ik kan deze kant op natuurlijk. Als we het zo doen. We kunnen het ook zo. Oh! Hij heeft mijn launchpad weggeschoten. Dan meen je niet. Oké, nu moeten we weer voor die airdrop gaan. Ik vind het goed. Ik wil gewoon even een trickshot op hem gooien. Maar dat vindt hij niet zo leuk. Oh, shit. Snel. Waar is hij nou? Oh, shit. Wel bouwen. Oké, launchpad. Toppie.
Ik weet nou niet of dit een echt spel is of 100% een bot. Dat is een beetje het probleem. Oké, Infinite 90's. Zo, zo. Oh. Dan moeten we hem zo plaatsen en dan zo. Even kijken, loopt hij hieronder? Nee, moet je even onderlopen. Ik ga gewoon... Ja, ja, ja. Nee, nee, nee. Hij loopt achter bomen nu. Dat is niet chill. Poef. Hoeveel... Oh. Oh, ik dacht dat hij nog... Oh. We hadden het gewoon kunnen hitten, maar... Alright, GG's. Solo squad. Ik wist alleen niet dat hij zo weinig helpt had. Nou, in ieder geval GG's, jongens. Als jij hebt genoten van deze video, of deze video leuk hebt gevonden natuurlijk, smash dat blauw duimpje omhoog. Vergeet ook zeker niet te abonneren. Jij kan helpen richting die 27.000 abonnees. Vergeet ook niet mijn sporting creator code TonyGages in de iShop in te vullen voor een shout-out. En voor natuurlijk meer giveaways. Anyways, hopelijk zien jullie bij de volgende video of livestream. Later, mensen. Ciao, ciao.